James werd opgelicht. Goedemorgen allemaal, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe vlog. Het is vandaag maandag en ik ben alweer een tijdje wakker. Het is nu rond 11:15. Ik heb net met mijn moeder vlogs gekeken van Marsha Boncollar en van Jamie Lee op onze televisie. En ik ben nu even wat leuke muziek op mijn iPhone aan het zetten. Want ik ga zo namelijk weg. Ik heb een heel leuk dagje gepland met Ian. En we gaan lekker op een terrasje zitten, want het is super lekker weer. Let me look. Kijk. Het is super lekker weer. En we gaan lekker op een terrasje zitten en eventjes lekker de stad in. Misschien nog wat kopen, misschien nog wat shoppen. Maar dat zien jullie allemaal in deze vlog. Ik hoop dat jullie deze vlog al leuk vonden. Doe die duimpjes omhoog en dan gaan we beginnen. Inmiddels ben ik al helemaal aangekleed. Ik heb ook eventjes net even snel naar de supermarkt gegaan, maar dat heb ik niet gevlogd. Ik heb deze sweater aan van The Weeknd, die jullie hebben kunnen zien in de shoplog. Mijn broek is van de Bershka en mijn schoenen zijn ook van de Bershka. En ik neem mijn 3 graafjes tas mee. Daar krijg je heel vaak... Oh, ben niet scherp. Oh ja, nu wel. Daar krijg je heel vaak de vraag over waar heb je die gekocht. In Amsterdam bij de 3 graafjes. Bij dat restaurantje waar je echt de lekkerste red velvet cake kan kopen. Dus ben je ooit in Amsterdam en hou je van red velvet cake of iets überhaupt van cake. Hele lekkere cakejes. En ga zeker naar de 3 graafjes. En die zit op... Ik zal het wel even in de beschrijving zetten waar dat zit. Superleuk. Dus ik ga er zo meteen vandoor. En jullie gaan weer mee in mijn dag. Dus let's go, we gaan. En het volgende shot wordt of in de bus of in de metro met Ian. Dus tot zo. Oké, ik ben dus inmiddels aangekomen in Den Haag. En ik ben herenigd met... Ietje! En zit erbij, Lefkoff. En Ines heeft zojuist een broodje eiersalade op. En eerste indruk. Of heb je deze al eerder op? Hij is lekker, hè? Of niet? Ja, we gaan. Allemaal anders zijn lekker. Heerlijk. Maar we gaan dus lekker eten naar de stad om te winkelen. En zien we wel wat gaan doen. We gaan dus met de eerste. Ines heeft net al een broodje op, maar hierna gaan we nog lunchen. Ik ga wat eten, dat ik heb nog een beetje trek. Maar ik ben hier... Nee, ik ben hier een keer misselijk voor toen ik hier ging eten. Dus dat is niet meer. En ik spreek jullie zo weer. Ian, laat je tasje zien. Ines versus me. Gewoon geen. Hoeveel heb je uitgegeten vandaag? 25, 15, 12 en 15. Plus eten erbij? 1,95 was dat daar. Oh my god, je hebt gewoon 60 euro uitgegeven. En nu gaan we naar de... Oh, dat was iets dichtbij. Waar gaan we nu heen? Albert Heijn. Albert Heijn, want Ines gaat daar bakken. James werd opgelicht. Ja, zometeen storytime. Ik ben op Den Haag Centraal en ik ben met nog steeds met Ian. We hebben flink geshopt. En Ines is zojuist ook opgelicht bij de Albert Heijn. Vertel het verhaal. Nee, dat is helemaal niet zo. Ze wilde, want haar broer is vandaag jarig, en ze wilde topoezen. En toen was ze aan bellen van, mam, moet ik topoezen meenemen? En gisteren, die topoezen vragen zich weg. En dat vond Ines niet leuk, want Ines wilde haar verrot schelden. Dus even, wacht, we moeten een thumbnail maken. Klaar. Dan knip ik dat eruit en dan pak ik een leuk etiketje erop. Maar ja. En Ines, hoe blij ben je met je spullen? Oh, super blij. Ja. En ik heb dit gekocht in de aanbieding. Opgelicht. Opgelicht. Wacht, ik ga jullie laten zien waardoor ik ben opgelicht. Ik ben opgelicht door Percy Pig. Deze snoepjes. Er stond zeg maar een bordje dat het 75 cent was. Ik kom bij de kassa, 2,50. En ik had al afgerekend, ik dacht echt van laat maar. Ik ga niet weer naar binnen. Dat mensen die grappen snappen. Nee, je moet erbij zijn om die grap te snappen. Nu klink je als iemand die
hoe noem je dat, gierig is. Ik gierig? Venus noemt mij gierig. Hallo, ben ik gierig? Opgelicht. Ik noem deze vlog ook echt, we zijn opgelicht. Nee, dus dat was de reden waarom we zijn opgelicht. Dus. Grappig. Ines is jaloers. Ines, we stonden net in de Primark. En toen zei Ines van, hoe zei je? Oh ja. Wat zei je nou ook weer? Oh ja. In maart word ik 8. Dat snap je ook niet als je de kan. Nee, we zagen headphones en dan was het met unicorn shit. Toen zei je, hoe oud ben je dat je dat leuk vindt? Toen zei ik 7 en in maart word ik 8. Maar zij heeft echt nog zo'n gezicht zo, hè? Maar ik ah! Maar je moet erbij zijn. Maar wij gaan lekker zo meteen een metro pakken, nog 6 minuten wachten. En dan gaan we lekker naar het huis. Dus, tot zo. Het is alweer een paar uur later en ik ben weer thuis zoals je ziet. Oké, het is niet een paar uur later. Het is denk ik ongeveer anderhalf uur later voordat ik het laatste heb gevlogd. Ik kwam thuis, ik heb gegeten en nu zit ik op mijn bed. Het was super druk trouwens in de metro. Dus jullie konden ook niet echt vloggen in de metro, hoe we teruggingen, want het stond letterlijk helemaal vol. Dus dat vind ik altijd best wel kut. En nu zit ik lekker op bed. Ik ga zo meteen lekker mijn pyjama aandoen, lekker vlogs kijken en gewoon lekker chillen. Dus ja, ik ga even wat drinken uit mijn tas pakken. En ik heb niet zo heel veel gekocht. Vrij weinig, gewoon totaal niks. Maar dat kan, mag ook wel een keer. Dat je gewoon niet in de stad loopt en dat je dan niks ziet. Ik zag wel een aantal leuke items, maar toen dacht ik van ja, vind ik het wel weer de moeite waard? Of ik ging er heel erg over nadenken, want ik zag alleen maar weer sweaters. En toen dacht ik van ja, ik heb al een sweater. En ik heb afgelopen week heb ik ongeveer 4-5 sweaters gekocht voor in de winter. Omdat ik die echt leuk vind. Bijvoorbeeld deze heb ik ook gekocht in de... En de afgelopen week. En die vond ik ook heel erg leuk. Maar ja, ik moet even een keer stoppen met sweaters en een keer kleding opmaken. En het is alweer bijna 2 minuten dat ik bijna aan het brabbelen ben tegen jullie. En ik vind het een beetje vervelend van mezelf. Dus ja, ik krijg ook best wel vaak de vraag waar mijn etui vandaan komt. Deze. En... Die komt van het merk Skinny Dip. En die heb ik gekocht in Londen toen ik daar was. En ja, ik ga lekker vlogs kijken. Even lekker pyjama aan, in bed liggen en drinken pakken. En dan ga ik lekker in de chill mode. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag dinsdag. En ik ben al wakker. Het is nu rond 8:10. Ik moet over een paar minuutjes de bus hebben en ik moet mijn haar nog doen. Ik heb mijn tas ingepakt en het draag. Ik heb deze sweater aan van de H&M. Mijn broek komt van de Bershka en schoenen van Vans. Ja, wat ik vandaag ga doen is, ik moet voor 2 uur naar school. Zie. En dan daarna ga ik lekker gezellig met Lisanne en Nina en misschien Emily, maar dat was nog niet zeker, ijskoffie drinken bij de HEMA. Omdat de HEMA echt de lekkerste ijskoffie heeft. En ja, waar ik ook achter ben gekomen is, ik ga natuurlijk donderdag naar de Bodyguard. Voor jullie is dit alweer, weet ik veel, hoe lang geleden. Dus nee, maar ik bedoel, ik heb, straight to the point, ik heb zeg maar het speelschema gezien. En we hebben Romy als Rachel, Maren, dus de hoofdrol. We hebben Dave Mantel als de Bodyguard. En we hebben... Ferry Doedens als Sai Spector, Sector weet ik veel. En Nurlaila als de zus van Romy in de voorstelling. Dus super veel zin in. En ja, ik ga even opschieten en dan neem ik jullie weer mee. Inmiddels ben ik alweer een tijdje thuis. Het was super gezellig in de stad. Ik heb helaas niet gevlogd in de stad. Het is nu rond 5:05. En een grappig feitje is, heel veel mensen op school, zie, de MBO theaterschool hebben een dopper. En ik had er nog geen één en zie, ik had zeg maar van die plastic flesjes en zo. En toen kwam ik thuis en toen had mijn moeder ineens een dopper. En meegenomen, die had ze van de werk gewoon gehad.
En ja, nu heb ik ook eindelijk een dopper. Ik ben helemaal blij ermee. En het is super handig. Ik heb een witte. En dan zit hier een dopper. Super tof. Heel veel mensen op mijn school hebben een dopper. Dus ik heb nu ook eentje nog hoor bij de club. Ik ga zo meteen lekker eten. De vlog monteren straks. En vandaag is trouwens de nieuwe vlog online gekomen. Dat ik in ga vertellen dat ik ga stoppen met de weekvlogs. En heb je die vlog nog niet gezien? Dan ga ik even nu een preview laten zien aan jullie. Ik ben blij nu op dit moment. Een nieuwe intro! Ik ben super blij. Dus ik ga lekker uit bed. Ik ga even de vlog ook monteren die jullie nu zien. En dan zie ik jullie later. Ik ben hier lekker de vlog aan het kijken. En dan krijg je een melding op je telefoon dat je fave van TP4Y aan het livestreamen is op Instagram. Dus dan ben ik lekker aan het kijken. Super zin in. Ze heeft 69 kijkers en de chat gaat echt kapot snel. Maar I love sterren. Woep. Ik ben erg benieuwd naar wanneer hun nieuwe muziek gaat uitbrengen. Oh, iemand danst nu? Oké, leuk. Inmiddels is het alweer echt 2 uur later voordat ik het laatst heb gevlogd. Ik zweet me dood. Ik heb net gedanst. Op een paar liedjes, superleuk. Het zonnetje schijnt ook echt lekker in mijn bakkes. Maar ik ga deze vlog afsluiten. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Doe die duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren hieronder de video. En dan zie ik jullie in de volgende video weer. Dus tot volgende video. Doei doei!